Speelparadijs Morskieft in Reutem is weer door de ANWB genomineerd als leukste uitje van de provincie. Morskieft is in de provinciale categorie genomineerd, evenals Familiepretpark De Waabeek in Hengelo en Klimbos Avatar Nature Park in Oldenzaal. Wat maakt Morskieft nou zo leuk? Twente FM gaat op bezoek bij dit speelparadijs in Reutem. Vorig jaar zijn jullie verkozen tot brons. Ja, klopt. Dus, elk jaar hebben ze daar een verkiezing. Dit jaar doen ze zeg maar, de stemmen voor volgend jaar. Dus in het volgend voorjaar is zeg maar, de uitreiking van het leukste uitje 2022. En daar zijn we dus nu voor genomineerd. En ja, dus het schuift zeg maar, elke keer een jaar verder. Vind je het leuk om hier te spelen? Ja. Ja. En waarom is het zo leuk? Omdat al mijn vriendjes en vriendinnetjes meegegaan zijn. En wat vind je het allerleukste hier in de speeltuin? Die. Waar de vriendinnen nu op zitten? Ja. Ja? Hoe lang zit deze boerderij al in de familie en hoe is het zo uitgegroeid tot een speelparadijs? Ja, vanaf 1914 zit het in de familie. En in 1914 hadden we vooraan een klein cafeetje met een winkeltje erbij. En dat winkeltje is steeds verder uitgegroeid met een meelhandel, een eierhandel. Het cafeetje werd steeds groter, er kwam op den duur een zaaltje bij. Het zaaltje werd steeds groter, zodat we ergens in de jaren 80 een speeltuin erbij gebouwd hebben. En die speeltuin is eigenlijk stapje voor stapje elke keer wat groter geworden. En waardoor we in 2004 de binnenspeeltuin hierachter hebben gebouwd. En in 2017 hebben we dan in onze oude werkplaats een zaaltje gebouwd en escape rooms. En daar hebben we voor 2 jaar geleden een Blacklight Midget Golfbaan bij gebouwd. Wat is de laatste attractie die erbij is gekomen? Is dat de Blacklight Midget Golf? Wij proberen eigenlijk wel constant te vernieuwen. Dus de laatste corona-periode dat we dicht hebben gezeten, hebben we een nieuw treintje gekregen hier op het terrein. We hebben de klimtoren in de speelhal hebben voorzien van nieuwe netten, zodat die weer helemaal fris was. Maar ook de kabelbaan, daar hebben we een toestel vernieuwd. En achter in de speeltuin zijn ook heel wat dingen bijgekomen. Ja, en natuurlijk dingen die gewoon grondig aangepakt zijn en op die manier weer helemaal fris zijn. Nog veel plannen voor de komende tijd? Er zijn nog wel wat dingen in de pen, ja. Okay. Maar die houden we nog lekker even geheim. Vorig jaar wonnen jullie dus brons. Ja. Wordt het dit jaar goud of zilver? Ik hoop het. Mensen kunnen nog steeds op ons stemmen. Dus hoe meer stemmen, hoe beter. En wie weet kunnen we een stapje hoger op gaan door al die stemmen. En is er nog iets anders wat je ook heel leuk vindt hier? Ja. Welke wijs je dan aan? Die hoge glijbaan. De hoge glijbaan, daar durf je wel vanaf? Ja. Daar ben ik al 2 keer vanaf geweest. Goed zo, nou mooi. Dus ik ga weer. Ga jij maar weer, ga maar lekker spelen.